Wilt u na afloop van een seminar, cursus of vergadering samen met uw collega's sfeervol koken? Heeft u een hobbykookclub, iets te vieren met familie of wilt u gewoon gezellig koken met vrienden? Maak dan een afspraak met Golden Tulip Keizer Breda. Wij beschikken over een volledig ingerichte professionele kookstudio. Wij zorgen voor de ingrediënten en als u dat wil, voor vakkundige ondersteuning door een meesterkok. Uw collega's, relaties, vrienden en familie beleven samen met u een culinaire topervaring. Buiten is het 35 graden, binnen zit Breda nu. Vandaag, 27 mei 2017, maken we voor de derde dag van het 47e Jazzfestival Breda. Een programma waarin we prominente interviewen, sfeerbeelden uit Breda laten zien en niet onbelangrijk, dit larderen met heel veel muziek. Dames en heren, dit is Breda nu en dit is Jazz Talk. We staan hier op Spanjaarschat waar de tweede dag van het Jazzfestival is. Nou ja, de sfeer zit er goed in en dan gaan we gelijk even kijken hoe het op de grote markt is. Ja, wat vinden jullie van het Jazzfestival? Nee, erg gezellige sfeer, ja. Verschillend publiek en lekker weer. Ja. Dat sowieso helpt altijd mee. Ja, gewoon lekker relaxed. We kijken van tevoren niet wie er komt. Maar wij lopen van podium naar podium, als het mooi is blijven zitten. Maar nou net kwamen we overal pauze, dus moesten we wel ergens. Overal pauze. Dus nou wachten tot ze hier weer beginnen. Wat is nou het mooiste aan het Jazzfestival? De sfeer, de mensen, de bandjes. Ja, eigenlijk is het hele geheel, zeg maar. Ik heb geen flauw idee hoe alle bandjes hier omheen heten. Ik vind het gewoon heerlijk muziek. Waarom zijn jullie naar het Jazzfestival gekomen? Om even lekker te genieten, even lekker te dansen. Ja, voornamelijk. En wat is nou zo mooi van dit festival? Ja, sowieso Breda is gewoon mooi. Gewoon gezellig en al die mensen. Ja, daarom. Het is gewoon altijd weer gezellig hier. Ja. En het is mooi weer. Dat scheelt ook, dus iedereen is vrolijk. Ja, wie zijn jullie? De K3 Jazz Band. En jullie treden hier elke dag op? Nee. Alleen vandaag en morgen. Dus vrijdag en zaterdag. Ja. En dan, nu zijn we net klaar voor vandaag. En morgen weer om 1 uur tot 5. Waarom is het nou zo leuk om hier te spelen? Ja, hier is de ambiance gewoon zo ontzettend goed. Je hebt zoveel mensen op de been en dat maakt het gewoon ontzettend leuk. Je hebt altijd afwisseling van mensen, mensen blijven hangen. Het is een super goede sfeer. Ja. En gaan jullie zelf ook nog wat drinken straks of niet? Ja. Onze plannen zijn zeker wel om zo meteen nog eventjes de stad in te duiken. Ja. En dan even kijken denk ik bij Don Bosco. En daarna zien we wel hoe dat we thuiskomen. Wat maakt het zo mooi dan voor jou? Dat het druk is. Dat het heel mooi weer is. En dat we op een bandje staan te wachten die al een uur te laat zijn. Wie dan? Ja, dat zijn een Latino bandje. De echte naam weet ik niet, kan ik opzoeken. Maar... Daar kwam je speciaal voor? Ja, ik kwam speciaal voor. Want ik ben met mijn salsa broertje. En dat is de danskoning. En ja, die kan niet wachten. Er staat al een beetje te stretchen in de achtergrond. Maar goed, ondertussen hebben we een biertje en een mooie groep. En wat is nou de leukste band die jullie tot nu toe gezien hebben? Ja, deze. Dit is het vrolijkst, maar er is zoveel variatie. Hoe heet deze band? Staat daar bovenop. Festival Surprise Band, onder leiding van, en dat is een hele moeilijke naam, dat kan ik niet uitspreken. Maar ze zijn wel heel goed. Nee, dat ga ik niet doen. Ik had te veel bier voorop. Ja, wat betekent het Jazzfestival voor jou? Het is jeugdsentiment, want in de jaren 80 liep ik hier al rond als tiener. En ik woon al lang niet meer hier, maar wij komen er wel voor terug. Het is heel gezellig, heel gemoedelijk, is Breda op zijn best. Wat is het meest bijzondere voor jou aan dit festival dan? De sfeer, de gemoedelijkheid onder de mensen, dat we met heel veel bij elkaar zijn, maar overal is het gewoon gezellig. En de goede muziek, gevarieerd en goed. Heb je een favoriete band?
Oeh, ik zou geen namen weten. Nee, namen weet ik niet, maar ik heb al heel veel mooie dingen gezien. En blijven jullie nog lang? Tot de laatste trein teruggaat naar Hoofddorp. En dan morgen weer terug hier naartoe? Nee, dat niet. Misschien volgend jaar 2 dagen. Of 3 of 4. Hey, goedenavond. Hey, je ziet eruit als Michael Jackson. Ja, zo voel ik me eigenlijk vandaag ook. Echt waar. Waarom? Waarom Michael Jackson? Ah, het is mijn vrijgezel. Ja, jongen. Je moet niet zo moeilijk doen. Ik heb mijn vrijgezellenfeest vandaag en ze hebben mij verkleed als Michael Jackson. Dus ja, ik moet het even met deze address doen. En het is niet best. Ik voel mij behoorlijk slecht. Ja, heb je al zoveel gedronken dan? Nee, tot nu toe valt het mee, maar dit was wel het laatste puntje waar ik net op het podium stond. Dat ik dacht van nou, weet je wel, dit is wel een druppel. Dus ja, ik ben wel blij dat ik er net vanaf gehaald ben. Maar vrij gezellig feest is het wel gezellig hier? Ja, het is hartstikke gezellig, leuk feestje. Ik ben blij dat ik vandaag in Breda ben en hartstikke leuk. Dus dankjewel, maar dit was het laatste optreden dat ik vandaag heb gedaan, echt waar. Nou, veel plezier zo meteen. Dankjewel. Hey, jij hebt wel de meest lange baard van het festival, denk ik. Oh, ja, dat zou kunnen. Ik heb nog geen andere baarden gezien. Hey, wat vind je van het jazzfestival? Ja, heel erg leuk. Ja. Waarom? De muziek. Ik ben niet echt een jazzliefhebber. Ik hou van bluesmuziek en dat wordt er genoeg gespeeld. Dus heel erg leuk. Sta je hier al heel de dag? Nee, we zijn 1,5 uur geleden zijn we aangekomen. We zijn gisteren hier ook al geweest. En het was vandaag overdag eigenlijk wat te warm om hier te bakken. Wij blijven nu wel lang hangen, denk ik, zo te zien. Ja, waarschijnlijk wel. Het is nog hartstikke gezellig, dus tot de late uurtjes, denk ik. Tot zover reportage van Renze Bulkman. Andere collega's van ons, Elisabeth Televisie, zijn ook op pad geweest. En die hebben onder andere, gelukkig, iets opgenomen van Bosco. Ik hoorde er net iemand roepen, Don Bosco. Dat was weer iemand die hele andere dingen deed. Nee, maar Bosco, we hadden gisteren Daan Bogers in de uitzending die heel enthousiast vertelde over Bosco. Ik vind het echt een van de betere bands die we hier in de regio hebben. We gaan gauw kijken naar de reportage van Elisabeth Televisie. She loves the free fine wild, knocked out groovy wind in her hair. Life without a care, and she's broke. What the hell? She loves California because it's cold and it's damp. That's why the lady. Van de crew aan besproken. Zeker. Wat staat mooi op je rug, hè? Maar ja, wat houdt dat nou in, de crew? Wat doe jij zoal? Hallo. Ik ben vanavond ben ik stage manager van Podium Zuid. En dan ben ik verantwoordelijk voor alles wat op en om het podium gebeurt. Volgens schema. Dat is een hele verantwoordelijkheid. Best wel. Hoe bereid je je daarop voor? Door heel veel zin te kweken. Gewoon van muziek te houden en lol te hebben. En dat is eigenlijk de beste voorbereiding die er is. Wel. Dus je houdt ook van de muziek? Jazeker. Frank Sinatra staat hier gewoon te zingen. Dat wil je meer. Dat is geweldig. Het is hem gewoon, hè? Ja, echt. Hij lijkt ook echt op. Even te zien. Ja, echt super. We staan hier weer bij een andere crew van Jazz Festival. Stellen we even voor, wie bent u? Ik ben Mickey Clermont en sinds een aantal jaren stage manager van het Jazz Festival. En deze stage hier op de markt? Ik ben nu bij met de loopband, de Red Jackets. Heel gezellig. En die begeleidt u door de stad? Die lopen we helemaal door de stad heen, ja. Klopt. Hier Roma, Hier Roma,
van de barvrouwen bij La Iguana. De salsa muziek die overheerst hier. Met die warmte, verkoop je nou veel meer fris dan bijvoorbeeld alcohol? Nee, juist veel alcohol. Sangria het meeste, want dat is lekker koud en er zitten lekker veel ijsklontjes in. En. Echt om, ik denk dat is veel meer fris, maar dat is dus helemaal niet. Nee. En is het druk geweest deze dagen? Heel druk. Ja, gisteren vooral. En vandaag loopt het ook weer lekker vol. We staan hier bij, stel je even voor. Bij Suzanne. Suzanne, wat doe jij hier bij de jazz deze dagen? Ah ja, ik doe piek voor de muziek, gaan we geld ophalen voor het jazzfestival. En geven ze goed aan je? Het mag wel af en toe beter, maar het gaat wel goed. En hoe pak je dat dan aan? Loop je naar iedereen toe of komen mensen naar jou? Allebei. Soms komen mensen aan ons toe en anders gaan we een terras op bij de muziek. En wat je nou ophaalt, wat gaat daarmee gebeuren? We gaan naar het jazzfestival, zodat we volgend jaar weer kunnen organiseren. En dat toch gratis blijft voor iedereen. Dat is een mooie actie. Ik vind dat moet royaal gegeven worden. Dat moet royaal gegeven worden, dus ik geef er ook graag een aan jou. Nou, ja. Alsjeblieft. Helemaal goed. Tot zover deze mooie reportage van ETV vanuit de binnenstad. Geëindigd met de Red Jackets. En die hadden we gisteren hier in de uitzending. Hele goede band. En ondertussen is bij mij aan tafel geschoven de secretaris van Jazz at the Castle, Michiel Adriaanse. Welkom. Fijn om hier te zijn. Jazz at the Castle. Een fenomeen wat al lang bestaat. Ja, ik ga terug naar 1989. Toenmalige gouverneur Leeflang had bedacht, ik wil een goede relatie met die stad opbouwen. Rob Kramer had daar toen de tijd het idee voor om dat door middel van de jazzmuziek ook te doen. En eigenlijk zijn vanaf dat moment in eerste instantie vanuit het Blokhuis naar de rand, naar de Nassauzaal. Het Blokhuis is het gedeelte waar de gouverneur vroeger woonde. De ambtswoning van de gouverneur. En het groeide groter tot we de laatste jaren ook in de grote zaal van het kasteel hebben gezeten. Ja, ideaal om dat te mogen doen, want heel veel mensen weten het niet, maar het is toch een van de mooiste monumenten die we in Breda hebben. Ja, het is. Dit jaar is het op een andere locatie, want ze zijn aan het verbouwen. Ja, nou ja, de Fancy moet ook af en toe renoveren. Het was lang geleden. En we hebben ook moeten kijken waar wij onze activiteit als stichting dit jaar zouden gaan continueren. En wat dat betreft hebben we een welkom huis gevonden bij Holland Casino. De Kloosterkapel is eigenlijk ook een mooie locatie die ook nog historisch banden met Defensie heeft. En voor daar ons, ook voor ons als stichtingsbestuur, een mooie plek om ook dit jaar te hebben gezeten. Jullie timmeren al een behoorlijk poos aan de weg. Wat is jullie toevoeging aan het jazzfestival? Ja. Nou, dat wij op onze manier, net zoals de vereniging, de vrienden van Breda Jazz, zoals jullie ze eerder in de uitzending hadden, ook gewoon manieren hebben om gewoon te zorgen dat niet alleen het Breda Jazz Festival onze steun kan krijgen, maar ze hebben ook een aantal andere activiteiten in de stad, Jazz Info Breda zal ik noemen, waar we gewoon mogelijkheden hebben om gelden ook naar mooie activiteiten in de stad toe te laten komen. En jullie genereren geld door sponsoren en entree? Ja, we hebben donateurs, we hebben geen entree. Het is ooit begonnen wel met individuele kaartafname, maar al vrij snel bleek dat het gewoon echt een heel mooie activiteit was. We zijn er vrij snel passepartouts gekomen en dat systeem kennen we nog steeds. Dus onze donateurs kopen een passepartout voor een jaar, krijgen 5 concerten, inclusief een hapje en een drankje. En ja goed, wij ronden dat af zoals we dat ook nu weer hebben gedaan, vandaag met een speciaal concert wat we vanmiddag op de Avenue hadden, als dank weer vanuit het jazzfestival naar de stichting toe. Mooi initiatief. Ja. In de loop der tijd krijg je wel eens een keer een andere gouverneur. Tegenwoordig hebben we geen gouverneur meer, maar een luitenant-majoor. Heb je die elke keer enthousiast gekregen voor jullie activiteiten? Ja, we zijn nog steeds heel erg welkom. Dat zijn we ook gewoon blij mee, dat we nog steeds de mogelijkheden hebben om gewoon gebruik te maken van de faciliteiten van de NLDA en de KMA. En natuurlijk heeft iedereen zijn muzikale voorkeur, maar we voelen ons nog steeds erg gesteund vanuit Defensie. En nog steeds welkom. Ja. 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 Er waren vroeger ook wat intiemere concerten midden in het jaar. Doe je dat nog steeds? De 5 concerten die wij doen, dat zijn te vergelijken met die intieme concerten ook van toen. Dus dat betekent dat we ongeveer 100, 110 gasten per keer aanwezig hebben. Waar we in de grote zaal ongeveer 15 tot 20 rijen diep gingen, kunnen we nu in Holland Casino heel erg mooi op een 5 rij afstand van het podium zitten. En voor onze muzikanten is het ook mooi. Ze zitten in bestaande samenstellingen of juist weer in hele nieuwe.
En dat betekent op een heel kwetsbaar podium, dicht op onze gasten. En dat het heel mooi spelen, maar nog mooier luisteren is. Jacques Laus is tegenwoordig de voorzitter. Ja. Hij heeft Jos Horsten opgevolgd, heb ik begrepen. Waar moet je aan voldoen als je die functie wil vervullen? Want ik kan me zo voorstellen dat je op een gegeven moment als iemand zegt van nou, ik ga weg. Ja. Dat is ook, overigens ook wel eens goed, hè, dat de wisseling van de wacht is. Ja. Moet iemand breed netwerk hebben om die functie te kunnen vervullen? Ik was er niet bij in het bestuur toen die vraagstukken zijn opgekomen. Ik vind het in ieder geval heel prettig werken met Jacques. Ja. Hij heeft natuurlijk ook zijn roots in Breda Jazz Festival. Ja, dat is de reden waarom ik die vraag stel. Ja. Nou, dat draagt er zeker toe aan bij om die rol te kunnen vervullen. Maar het is voor mij heel prettig om met hem, waar ik secretaris ben, hem als voorzitter naast mij te hebben. Ja. Nou, jullie hebben ondertussen een Jazz at the Castle Young Talent Award bedacht. Ja. Daar gaan we het zo over hebben. We hebben eerst een filmpje waar we even naar gaan kijken. Graag. Het is vrijdagmiddag en dat betekent dat vier jonge bands tegen elkaar strijden voor de Jazz at the Castle Award. De winnaars ontvangen naast de award ook een geldprijs die ze mogen besteden aan muzikale vorming. En ze mogen een keertje meespelen met Jazz at the Castle. Ze zeggen wel eens jazz dat wordt gespeeld door en voor oude grijze mannen. Maar ik denk als u vanmiddag hier bent geweest, dat u heeft gezien dat het tegendeel waar is. We hebben denk ik vanmiddag kunnen kijken naar jonge, hele enthousiaste muzikanten die hier geweldig gespeeld hebben. En toen kwamen we tot de conclusie dat wij voor ons al meteen een duidelijke solist hebben gevonden. En dat is deze keer de bassist van Groove 7. Ik ben even zo'n voornaam kwijt, maar Nieuwstad. Iemand Nieuwstad. Tijn Nieuwstad. Hoe was het om deze prijs te winnen? Nou, ik vond het heel erg leuk dat ik vooral mee kon doen aan zo'n wedstrijd. En ja, ik vind muziek maken ook gewoon heel erg leuk. Hoe was het om hier op te treden? Ik vond het heel erg leuk. Ik vond het een heel fijn podium ook. Ja, en ook heel fijn dat mensen dit mogelijk hebben kunnen maken. Geweldige arrangementen, uitstekende specials, goede timing, pianist. Ja, en als je alles bij elkaar optelt, band 2. Kijk, wat een ontlading als je dan nooit gewonnen hebt. Gefeliciteerd. En dames en heren, misschien toch nog eventjes een opmerking erbij. Dat wordt wel eens gezegd van ja, een concours of een festival, leuk als je dat wint. Maar neem van mij aan, als je winnaar bent op een concours, van een concours op het Breda Jazz Festival, dat staat als een huis op je muzikale cv. Dus fantastisch. Hoe zijn jullie met z'n allen in jazz terechtgekomen? Ja, weet je, we hebben zeg maar, met ons drie hebben we een ander bandje op school. En zo zijn we eigenlijk begonnen en zo zijn we ook bij de Jazz Talent Awards beland. En toen zijn erbij gekomen. Ja, Ja. Toen hebben jullie gewonnen. Ja. Maar ik vroeg net aan hem, hoe was het nou voor jullie om hier op te treden?
Ik vind het altijd super gaaf om op te treden. En we doen het ook eigenlijk niet om te winnen, maar het was zo vet. En we hebben ook een optreden gehad in april en we merkten gewoon dat we beter zijn geworden. En dat vind ik ook zo leuk om te zien. Jullie hebben naast een hele mooie manquette hebben jullie ook een geldprijs gewonnen. Wat gaan jullie daarmee doen? Ik heb echt nog geen idee. Ik weet het denk ik al. Ik denk dat ik nieuwe toetsen ga kopen. Nieuwe toetsen? Wat zou jij ermee gaan doen? Ja, ik weet het niet. Er zijn al wat dingetjes, een nieuw mondstuk of zo, zoiets. Dus ik verzin wel wat. Dat komt wel goed. En wat zijn jullie ambities? Waar willen jullie terechtkomen later? Ik zou het wel heel leuk vinden als deze band zou blijven bestaan. En als ik gewoon met jullie nog zou mogen blijven samenspelen, vind ik heel erg leuk. En ik hoop gewoon dat we nog heel veel plezier gaan hebben. Welke festival zou je nou echt heel graag eens willen spelen? Noisy Jazz Festival. Ja. Nou, dan hoop ik dat jullie daar over een paar jaar staan. En wens ik jullie heel veel succes en gefeliciteerd. Reportage van Nienke Couperus was dat. Leuk. Ja. Wat voor geldprijs krijgen ze? Ze krijgen een bedrag dat door de stichting bij elkaar is vergaard. Dat bedrag wordt inderdaad verdeeld richting de solistenprijs en een bandprijs. Nou, solist was Tijn Nieuwstad. Ja, Tijn Nieuwstad. Ja. Dat zag er nog heel jong uit. Ja, dat is juist het leuke ook, vind ik zelf, van die Talent Award. Ja. Ik ben een paar weken geleden wees kijken ook bij de repetitie hoe de jongeren gewoon bezig zijn om zich voor te bereiden op dit concert. En dat betekent dat de jongsten inderdaad vanaf 10, 12 jaar beginnen aan te schuiven. En dan rond de 20 stopt de leeftijd. En ook deze jonge man is weer eens wat anders als bassist. Ja. En als groep waren de Mots, degene die gewonnen hebben. Ja. Buiten die geldprijs en buiten heel veel eer, want dat is het. Hè? En de presentator die zei het terecht, hè? Het staat goed op je cv, dat is echt zo. Mogen ze ook nog een keer optreden? Ja, waarbij wel de leeftijd, zeg ik al, afhankelijk is van de locatie. We zitten natuurlijk in Holland Casino en daar is een ondergrens van 18 jaar. Vorig jaar kwamen we daar ook achter, en dat wisten we al wel, toen Pepijn Mouwen optrad. Pepijn Mouwen heeft vorig jaar als altsaxofonist de prijs gewonnen. En wij hebben met hem even moeten wachten tot hij in januari jarig was voordat hij bij ons kon spelen. Dat deed pijn. Met Tijn Nieuwstad zal nog iets langer waarschijnlijk duren, maar wij gaan daar wel een oplossing voor vinden. Want wij willen hem ook graag ook voor met onze donateurs in aanraking laten komen. Ja, lijkt me een goed verhaal. Hoe lang bestaat dit al? Dit is de vierde keer dat wij het houden. Goed initiatief hoor. Ja, en het is echt vanuit Jazz at the Castle ontstaan. Waarbij we gewoon eigenlijk een hele natuurlijke aansluiting vonden met de muziekschool De Nieuwe Vesten. Ja. En dat is gewoon heel mooi om te zien. Waarbij dan vervolgens ook het Breda Jazz Festival vervolgens ook aanhaakt. En met die drie partijen hebben we gewoon echt een prachtig moment kunnen toevoegen aan het programma. Leuk, dankjewel. Ja. Ik vond het erg leuk dat je er was. Wij gaan zeker jullie volgen, want dit is natuurlijk een prachtig initiatief. Leuk dat je even wilde komen en heel veel succes met jullie stichting. Dankjewel. Graag gedaan. Naast mij zit een band klaar. En dat is G4 Jazz. We gaan straks even met ze praten en zometeen gaan ze voor ons spelen. G4 Jazz. I love the West, North and South, they're both the best. Only wanna go there as a guest, cause I love being here with you. I love the sea, I love the shore, love the rocks and what is more. Cause you and me never be apart, cause I love being here with you. Singing in the shower, laughing by the hour, life is such a breezy game. All kinds of weather as long as we're together. I love to hear say my name. I love goodbye. Fine to see. Candlelight, I love the sea. Thank you.
guess, cause I love being here with you. I love the sea, I love the shore, love the rocks and what is more. Cause you and me never be apart, cause I love being here with you. We're singing in the shower, laughing body, our life is such a breezy game. I've got the weather as long as we're together. I love to hear you say Jane. I love goodbye, fight the sea. Candlelight, I love the scene. Cause baby, I know just what you mean, cause I love being here with you. One time. Cause baby, I know just what I mean, cause I love being here with you. Baby, I know just what you mean, cause I love being here with you. Yes, applaus. Mag best. Dankjewel. Straks nog meer van deze geweldige band. Wat leuk, hè? Allemaal live hier bij Jazz Talk. Het is gelukkig niet alleen maar praten. Maar we gaan het wel weer doen, want naast mij zitten twee lieve herenbeestjes. De Ladybirds. Wat leuk. Jullie zijn ontstaan uit een initiatief van jouw broer. Ik zal je even voorstellen. Jij bent Sarah, jij bent Rian. Jij bent de broer van jullie bandleider, zo mag ik het zeggen? Nee, dochter. De dochter zelfs? Ja, dochter, ja. Dus jouw vader heeft jou het vak geleerd? Ja, eigenlijk wel. Ja. Ja. Je vader heeft een hele grote staat van dienst. Ja. Ja, toch? Ja. En heb je meer broertjes en zusjes die hij enthousiast heeft gekregen voor het vak? Nee, ik heb één broer, maar die heeft niks met muziek gedaan, nee. Sarah, de Ladybirds, hoe zijn ze ontstaan? Dat is een mooi verhaal. Ja, we zijn eigenlijk met z'n tweeën begonnen, heel lang geleden, als kleine meisjes. En uiteindelijk heeft Ron twee anderen erbij gekregen die ook les bij hem hebben gehad, ooit lang geleden. En zo zijn we ontstaan. Jij bent toen op de tenorsaxofoon verder gegaan. Hoe is de samenstelling van jullie band? Ik speel de alt-saxofoon. En jij doet de tenor. Ja. En dan hebben we nog een bariton en een sopraan. En zo zijn we begonnen eigenlijk. Ja. En als jullie breiden ook nog wel eens uit, toch? Met slagwerker en zo? Ja, speciaal voor jazzfestival. Ja, speciaal voor jazzfestival. Ja. Dat doe je anders niet. Nou ja, misschien in de toekomst wel, denk ik. Ja. Maar dit was het begin, zeg maar, met onze friends. Ja. Hoe lang bestaan jullie nu? In deze samenstelling met deze vier mensen, nou ongeveer net drie jaar. Zo, dat is een behoorlijke poos. En ook optreden op het jazzfestival natuurlijk. Waar? Ja. En wanneer? En hoe lang? we hebben daarnet gespeeld in Café Proost. Oké. Okay. En waar is het? Ja, bij het terras bij binnen, bij de haven. Oké. Okay. Ja. Ja, en verder... Morgen weten we nog niet wat ons te wachten staat. Spannend. Ja. Welk repertoire hebben jullie? Ja, eigenlijk van alles. Ja, nu is het wat meer jazz, maar we spelen ook klassieke nummers. Eigenlijk allerlei dingen. Met net wat de situatie... En jouw vader arrangeert de boel natuurlijk. Ja, hoe, klopt. Hoe makkelijk kun je het hebben? Ja. Jawel. Het gaat natuurlijk niet eenvoudig voor jullie. Om de lat elke keer wat hoger te leggen. Nee, dat gaat prima hoor. Ja? Ja. Ja. En wat is het uiteindelijke doel? Wat zou je graag willen? Nou, we hadden eerst als doel jazzfestival. Ja. Dat is nu gelukt. Heel fijn dat we zo een kans krijgen om hier te spelen. We zouden het heel leuk vinden als we volgend jaar weer hier kunnen staan. En verder, we doen het echt voor de hobby, zeg maar. Ja. Dus het is leuk zo'n 5-6 keer per jaar, denk ik, dat we een optreden hebben. Zo spelen we binnenkort ook op het parkfeest in Oosterhout. Oh, wat leuk. Ja. Dus zo hebben we af en toe... Dan heb je dus een ander repertoire waarschijnlijk. Nee, dan doen we toevallig hetzelfde. Echt waar? Ja. Ja. Dat is bijzonder. En hoe lang duurt jullie optreden? Ja, ongeveer een kwartier doen we nu steeds. Ja. Ja. Dat is ook wel een beetje het doel. We hebben nu een aantal nummers. Het moet natuurlijk altijd groter, wat meer. Ja. 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 Ik vond het leuk dat jullie er waren. Zullen we even gaan kijken wat jullie vanmiddag gedaan hebben? Want je vertelde net dat je bij Proost hebt gespeeld. En we hebben daar toevallig opnames van. Oké, heel leuk. Dankjewel voor het komen en veel succes. Dank u wel. Dank u wel. Thank you.
Vanuit Proost waren dit de Lady Birds. Wat leuk. Je hebt nog steeds afgestemd op Jazz Talk. En wij weten dat er massaal gekeken wordt in ziekenhuizen, in verpleeghuizen en bejaardencentra. Voor al die mensen een heel warm welkom. Leuk dat jullie naar ons kijken. En blijf kijken, want we zijn voorlopig nog niet klaar. Wilt u na afloop van een seminar, cursus of vergadering samen met uw collega's sfeervol koken? Heeft u een hobbykookclub, iets te vieren met familie of wilt u gewoon gezellig koken met vrienden? Maak dan een afspraak met Golden Tulip Keizer Breda. Wij beschikken over een volledig ingerichte professionele kookstudio. Wij zorgen voor de ingrediënten en als u dat wil, voor vakkundige ondersteuning door een meesterkok. Uw collega's, relaties, vrienden en familie beleven samen met u een culinaire topervaring. Terug. Dit is Jazz Talk. Ik sta naast Jane Onderwater. Het is niet van onderwater, maar onderwater. Onderwater. Niet bovenwater, onderwater. Jane Onderwater van G4 Jazz. En ik weet dat jij normaal een beetje de gangmaker bent van deze band, maar er zit er nou niet zo in, geloof ik, hè? Nou, weet je, als dat afhankelijk is van alleen een voet, dan... Dat is waar. Het zou een beetje vervelend zijn. Nee, ik heb gewoon een beetje pech gehad, joh. Wat heb je gedaan? Ik wilde heel snel mijn trapje af. En als je dan een paar treden overslaat, dan breek je een paar tenen. En dat is ja, jammer. Ja. Dat is voor dit is dat heel jammer. Dat doet pijn? Ja, dat doet ontzettend pijn. Ja, het is niet anders. Nee, maar ja, muziek is emotie en gevoel. Precies, en je zingt gewoon de pijn weg. Precies. G4 Jazz, hoe lang bestaan jullie al? De eerste keer dat wij gespeeld hebben is... Dan kijk ik met een schuin oog naar mijn pianist. Het is 2005 geweest. 2005. Een behoorlijke poos. Het was nog jazzdagen in Eindhoven. En Joep die belde mij. Die had mij ooit een keertje horen zingen. Toen zong ik helemaal geen jazznummers. Niet één, hè? Jij zong alleen in bad? Nee, ik zong rock. Echt keiharde rock zong ik. En die zei van, joh, we gaan wat jazz doen. En nou, vond ik hartstikke leuk. En zodoende wij toen in 2005 voor het eerst met elkaar gespeeld. En de naam J4 Jazz is toen ook ontstaan, omdat alle bandleden die er toen in zaten, die hadden allemaal de J als voornaam. Oh, ja. En toen dachten jullie de drie J's betalen. En we waren met z'n vieren. Dus de J, 4, Jazz, J4 Jazz. Ja. En dat is altijd zo gebleven. Leuk. Nou, dat vermoeden wij al, dat die vier daarvoor stond. Maar dat was gisteren, want dat wisten wij niet. Nee, dat is dus echt zo. Waaruit bestaat jullie repertoire? Ons repertoire bestaat uit echt lekkere, maar voornamelijk toegankelijke jazzmuziek. En dan praat ik over lekkere swingnummers, bossa's, mooie ballads. Dus het is niet zozeer dat wij echt sec voor onszelf spelen, maar ook het publiek daarin mee willen nemen. En als je een groter publiek wil trekken, dan moet je het ook wat toegankelijker maken. Ja, dat is zo. Ja. Ik heb er net al vreselijk genoten van wat jullie speelden. En ik wil graag... dat jullie nog een stukje gaan spelen. Zou je dat voor mij willen doen? Alleen voor mij? Ja, voor jou altijd. Ik kijk even naar de jongens, maar ik denk de jongens ook. Gaan we doen. Wat ga je spelen? We hebben net wel lekker een swingetje gedaan. Dus we gaan nu met elkaar een lekkere bossen spelen. Ik denk This Masquerade of zo. Heerlijk. G for Jazz. We're lost in this masquerade.
thoughts of leaving disappear, and each time I see your eyes. And no matter how hard I try to understand the reason why we carry on this way, we're lost in this masquerade. Voor Jazz, geweldig, dankjewel. Wat mooi, wat mooi. Wat mij betreft uurtje langer en alleen maar luisteren naar deze mooie muziek. Dankjewel. Sterk in je teen. Ja, dat doet zeer. Ik heb er ook wel eens een keer gehad. Dat is helemaal niet lekker, zo'n gebroken teen. Goed. Even mijn oortje uitdoen, want ik hoor de regie iets te veel op mijn oren en dat is wat minder. Het voordeel van hier aan tafel zitten tijdens het jazzfestival is dat je alsmaar prominente aan tafel krijgt. En de een al met meer ervaring dan de ander. En nu ook weer zo. Antoine Trommelen, welkom. Dankjewel. Als ik toch kijk naar jouw staat van dienst, dan
snap ik niet dat je nog tijd hebt om hier aan tafel te zitten. Nou, het kon ik precies tussen wat optredens door. Ja, dat dacht ik wel. Ja, ja. Wat heb je moeten spelen dan? Nou, ik zat vanmiddag op primetime, zal ik maar zeggen, wat hitte betreft, op Grote Markt midden. En het was eigenlijk niet te doen. Het is prachtig weer, maar onder een plastic podium. En dan echt gewoon, het was meer dan 40 graden daar. Ja, dus dat ja, is, ja. Dat, maar we hebben het overleefd. We ja. zijn er weer. Nou, ja. jouw muzikant zijn, dit is het. All in the game. Maar je hebt zowat heel de wereld afgereisd en van alles en nog wat gedaan. Hoe is het mogelijk dat je op een gegeven moment daartussen komt? Want ik zie, je hebt gespeeld met Pim Jacobs in Thijs Verleer en Gretje Kouwveld. En bedenk het maar, hoe hebben die jou ontdekt? Hoe kom je daartussen? Nou, die hebben mij niet ontdekt. Nee, ja, het is altijd een kwestie van, je hebt misschien enige aanleg om muziek te maken. Ja. En dan is het op het goede moment op de goede plaats zijn dat iemand jou hoort. Ja. En dan volgt vanzelf gaat zo'n balletje rollen. Ja. En van het een rol je dan ook in het ander. Je bent ook nog voorzitter geweest ooit van het jazzfestival? Ooit, ja. Nou, van 99 tot ik denk 4 jaar terug. Ja, 15 jaar. En dat, was dat te combineren met al die drukke activiteiten? Ja, het moest wel, hè. Toen, in die zin, iemand had mij aangewezen van dat moet jij doen. Ik zei, nou, ik ben alleen maar muzikant. Dus organiseren, dat heb ik niet zoveel zin in. Maar ik heb het toch gedaan en het is toen weer een succes geworden, het festival. Dat heb ik 15 jaar met liefde en plezier gedaan. Maar het is wel een part-time baan die je gewoon bij ja, krijgt. Ja, dat geloof ik. Ja. Ja. Dat is geen flauwekul. Van de week het bestuur horen vertellen hoeveel uur dat daarin gaat zitten, dat is geen sinecure. Nee, klopt. En toen ik uiteindelijk naast mijn vak als muzikant ben ik ook nog fysiotherapeut. Dus toen ik een aantal jaren terug een praktijk overnam, toen was het echt niet meer te combineren, want dan kun je moeilijk halve dagen in Breda zitten om dingen te organiseren. Ja, dat is... Dus dan heb ik ook gewoon moeten stoppen. Ja, ja. Ja. En je nog een trio met je familie? Met mijn zoon en dochter, ja. Trio Trommelen? Trio Trommelen. Spontaan ontstaan thuis natuurlijk. Ik speel thuis heel vaak piano. Dat is voor de buren leuker als saxofoon alleen te horen. Dus, welke instrumenten speel je allemaal even tussendoor? Ik ben begonnen als drummer. Ik heb toevallig gisteravond nog op de Havenmarkt. Was een drummer uit Australië, die wist niet dat hij daar moest spelen. Dus heb ik even nog het eerste liedje heb ik maar gedrumd. Maar dan ben ik ook blij, want dat moet je allemaal bijhouden. Hè? Ja. Dus blij dat ik dat... Maar dat liedje ging nog. Nou ja, drums, piano, accordeon. En dan de saxofoonfamilie, zullen we maar zeggen. Ja. En is dat leuk om of nee, laat ik het omkeren. Vinden jouw kinderen het leuk om met jou te spelen? Dat zou je aan hun moeten vragen. Maar ik vrees dat ze het nog steeds leuk vinden. Ja, ja. Nee, maar ik kan me voorstellen dat jij legt die lat natuurlijk erg hoog. Nou ja, het is ook wel eens thuis dat we mijn zoon is vreselijk muzikaal op gitaar. Maar dan hoor ik iets en dan speelt hij op een gegeven moment dat akkoord in een andere lick. Ik zeg ja, maar dan is het af en toe een beetje van ja, maar ik speel het goed. Ik zeg ja, maar het is niet het akkoord zoals ik het wil horen. En ik ben ook weinig. Dan zegt hij dan, ik heb met jou niks te maken. Nou, soms wel. Soms wel. Nee. Maar je legt de lat ook. Ik ben weinig complimenteus. Want je kunt wel zeggen. Dat doen muzikanten niet. Nee, nou, jawel, maar je kunt ook wel zeggen. Och, jongens, wat goed allemaal. Maar je moet ook gewoon eerlijk zijn en je oren open hebben. En als jouw dochter niet kan zingen, ja, dan moet ze niet zingen. Snap je? En als ik dan zeg van meidje zingt hartstikke leuk, dan zegt zij van ja, maar dat zeg je omdat jij mijn vader bent. Ik zeg nee, ik vind dat je echt leuk zingt. Snap je? Ja. En dat is altijd een beetje het. Je moet daar ergens. De gulden middenweg in zien te vinden. Maar er komen leuke dingen uit. Nee, maar ik herken dat. Ik kom ook uit een muzikale familie. En er werden zelden complimenten uitgedeeld. Mm. Maar als het niet goed ging, dan hoorden we het wel. Nou ja, zo ongeveer de strekking van ons verhaal ook thuis. Ja. Hoe kom jij in de begeleidingsband van Guus Meeuwis terecht? Nou, dat was ook weer zo. Op het goede moment ergens op de goede plaats zijn. Ik werd gebeld. Ik heb een carnavalsband in Oosterhout. Hè. Ook nog. Een hoop muzikanten hebben een carnavalsband. En een van die mensen daarvan, die zoon, was bevriend met Guus Meeuwis. Dus wij hadden voor de optocht een hoop meelopers nodig. En Guus Meeuwis liep met de optocht mee. En die hoorde mij toen in de carnavalsband toeteren. En die vond mij een geweldige blazer. Dus ik kreeg niet lang daarna een telefoontje van ene Guus Meeuwis. Zou je bij de band willen komen? En toen zei ik nog van nee. Want ik ben jazzmuzikant en Het is een nacht vond ik helemaal niks. En ik denk, dat gaan we toch niet doen. En toen zei mijn vrouw de legendarische woorden van joh, spring nou eens in een ander zwembad. Doe dat nu. Dus toen ben ik naar de repetitie gegaan.
En het klikte gelijk tussen Guus en mij. En ik heb het al ook 15 jaar volgehouden bij de band. Jij staat naast Jurgen van Eijnatten. Jurgen hebben wij natuurlijk heel veel stadionconcerten mee gedaan, ja. Natuurlijk. Ja, ik sta naast Jurgen, zou ik maar zeggen. Ja, ja, mooi, ja. Absoluut, ja. Nee, geweldige muzikant ook trouwens. Dus ja, ik heb het allemaal bij toeval mee mogen maken. En aan alle mooie dingen komt een einde. Aan voorzitterschap, Jazzfestival, aan Guus Meeuwis. Want het is nou met mijn baan, met mijn eigen praktijk, niet meer te combineren. Maar elke vrije minuut ben ik natuurlijk nog wel steeds met muziek bezig. Absoluut. We hebben nog opnames van jou. Oh? Ja. Samen met Harry Kanters. Ja. Heb jij opgetreden. We hebben Harry in de uitzending gehad overigens gisteren. Ook zo'n gigant. Ja. Ja, toch? En, Harry en ik gaan ook al heel lang terug, zal ik maar zeggen, met muziek maken. Ja, 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 ja. En daar hebben wij opnames van, dus daar gaan we even naar kijken. Oh, ik ben benieuwd. Surprise sessie band, Antoine. Het blijft een verrassing altijd. Als je dan wat leuk is dat. Als je dan met vijf nationaliteiten zo op een rij staat, dan is het, repeteren zit er natuurlijk nooit in. Dus nee. Ken je het liedje? Ja, oké. Okay. En dan zien we wat er gebeurt. Heb je die gasten van tevoren alles gezien? Inmiddels ken ik natuurlijk wel een heleboel mensen. Maar ik stond net naast Stefan Holstein. Nooit ontmoet, maar vanaf nu zijn we natuurlijk weer eeuwig vrienden geworden. Want zo werkt dat. Ja, zo werkt dat. Ja, ik zei van de week ook tegen iemand, hè, als nou gewoon iedereen op de wereld gewoon een muziekinstrument gaat spelen, zijn we van de oorlog af. Wij zeggen dat heel vaak. Muziek verbroedert. Hè? En dat is, het is een cliché, maar het is echt waar. Ja, dat is zo. Ja. Als jij met trio speelt, dan maak je wel eens gebruik van Onder de Bruin. Ja, we hebben met de kinderen een cd'tje opgenomen. Ja. En daar zit de voorzitter Bart Wouters, speelt daar bas, Harry Kanters, piano en Onno aan de drums. Ja. Nou ja, ik zat me vanochtend onder de douche, doe ik ook nog wel eens, te bedenken dat we Onno al heel vaak voorbij hebben horen komen. Althans, we hebben het erover gehad, maar we hadden hem nog niet gezien. Nou, we hebben ergens een oud clipje opgedoken en dan kunt u even zien over wie we het hebben. Dit is Onno de Bruin. We'll be right back.
Ja, en het is natuurlijk wel handig dat ik even vertel over wie het gaat. Het ging over de drummer Onno de Bruin. Hele lange jongen, je kent hem wel als je hem ziet. Hele aardige vent en denk ik wel een van de beste slagwerkers die we hebben hier in de regio. Super swingend figuur. Ja. Ja, absoluut. Wat gaan we al doen vanavond, Antoine? Vanavond, ik ga dadelijk eerst even een hapje eten. Ook dat nog? Moet je, ja, dan moet je, dan, en vanavond heb ik de grote eer om, evenals morgen, om met een van de ja, voor mij een held van vroeger, en nog steeds, hij is 80 jaar geworden, Roy Williams, de trombonist uit Engeland. En daar mag ik vanavond en morgen mee spelen. Wat dus daar zie ik naar uit. Ja, bijzondere man, een echte Britse, humoristische man. Maar toen ik als 16-jarige naar jazz ging luisteren, was hij voor mij het onbereikbare. En als je dan uiteindelijk een aantal jaren later gewoon met die man op het podium mag staan, en ik heb een paar tours met hem gedaan. Hij heeft bij ons thuis lekker gebarbecued een keer met een tour. En dan is het prachtig dat je dan toch ook je droom een beetje werkelijkheid ziet worden. Dus dat is alleen maar leuk. Ja, ik vind het heel bijzonder dat jij hier heel bescheiden zit te zeggen dat je met iemand op een podium mag staan, terwijl je zelf zo'n staat van dienst hebt. Ja, nee, maar goed. Ik denk dat Roy Willems zelf ook zal zeggen van, niet ik mag met Antoine Trommelen spelen. Maar die zal ook zoiets hebben van, potverdorie, ik speel met weet ik wie. Dat, ja. Ik denk dat je altijd wel ontzag moet hebben en houden voor geweldige muzikanten. Ja, absoluut. Want je leert er altijd van. Ja, ja. Ja. Goh, wel leuk. Ik kon nog wel een uurtje met je doorpraten, maar we moeten het afronden, helaas. Helaas. Antoine. En anders beroof ik jou ook van de maaltijd, dat is ook weer niet handig. Nee, want ik moet om 8 uur weer. Hurry op straks. Nee. Heel veel plezier nog en hartstikke bedankt dat je even hier wilde zijn. Nou, graag gedaan. Veel succes. Tuurlijk. Dank je wel. We gaan naar sfeerbeelden vanaf vanmiddag, vanaf het centrum van Breda, vanaf het jazzfestival. Daar gaan we nu even naar kijken. Het is alweer de derde dag van het jazzfestival. Het weer is goed, nu even kijken hoe het met de sfeer zit. Saving my love for you. I kept honor in the corner. Now I'm gone nowhere, so why do I care? All your kisses I'm waiting for. Yes, you better do it. Cause I don't stay out late, I don't care to go. I'm home by the just me and my radio. Saving my love for you, brother. Gisteren Joep Peters op Grote Markt Zuid, vond ik heel leuk. Ik weet niet precies meer welke, maar op de Kerkplein een aantal bluesbands, wat ik heel goed vond. Billy Band was heel erg leuk. Maar ik weet even niet hoe die heet. Dus. Iets met een Spoonie Man of zoiets. Ja, in de zon is het best warm. Maar hier is wel goed, lekker toeven met de muziekje op de achtergrond. En een beetje fris om cool te blijven. En we gaan nu om 3 uur starten wij de Rudolver uit Bergen op Zoom. En hoe laat gaan jullie spelen? Hoe laat? Hoe laat gaan jullie spelen? Om 3 uur. En waar? Overal. Lopen wij door de binnenstad. En maken wij een mooi showtje. I'm gone nowhere, so why do I care? All your kisses I'm waiting for. Yes, you better do it. We spelen al 33 jaar hier op het festival. En wat maakt dit festival zo'n goede sfeer? Wat is het een goede sfeer? Nou, nu natuurlijk het weer wat erg meespeelt. Maar gewoon ook de mensen die deze muziek leuk vinden en die wij steeds ontmoeten. En een beetje plezier overbrengen bij mensen, zodat ze zich prettig voelen. Hey! Deze man moet je pakken. Even lekker aan. Nou. Nah. Zet hem om, nigger. Ophouden. Ja. Dat is juist leuk. Wat brengt jullie naar Breda vandaag? Mooi weer. Vrij gezellig feest. Oké, okay, en het jazzfestival, is dat een extra bijdrage? Of? Was dat vandaag? Vrij gezellig feest van jou. Ja. Bevalt het een beetje? Ja, was wel leuk. Ja. Wat hebben jullie allemaal al gedaan? We hebben met een bootje gevaard. We hebben wat gegeten. En nu gaan we naar het jazzfestival. En wat zijn de plannen voor vanmiddag? Ja, gewoon een beetje rondlopen en een biertje drinken. Belemmert de warmte nog?
Nee, het valt tot nu toe wel mee. Maar dat weet ik zo meteen niet. Maar gewoon een verkoeling drinken, hè, dan is het goed. Ik vind het heerlijk. Hoe vinden jullie het zelf? Sorry? Hoe vinden jullie het zelf? Heel leuk. Het is in ieder geval gewoon een gezellige sfeer. Het is wel heel warm, dus ik hoop dat er ook wel wat meer mensen komen. Maar ik ben in ieder geval blij met de mensen die er zijn. Want 36 graden met het weer is, ja, dan moet je gewoon diehard fan zijn, wil je echt komen. Het is 35 graden. Dit is even lekker verkoeling. En de mensen vinden het ook leuk, klanten vinden het leuk. Het is helemaal goed. Ik vind het leuk. En genieten jullie ook nog een beetje van de muziek? Ja, je hoort het, hè. En de mensen komen voorbij. Iedereen is in een goede sfeer. Dus top. Helemaal leuk. Ik vind het wel leuke muziek. Hey! Nou, zoals jullie gezien hebben, was de sfeer super. Vanavond gaan ze nog even door. Morgen nog een dag. Terug naar jou, Pim. En tot zover deze sfeerbeelden gemaakt door René van Krimpen. Niet zo intelligent voor mij was dat ik me even had moeten herinneren dat trio Trommelen zou gaan optreden. Want ik neem wel afscheid van Antoine, maar hij moet gewoon nog even werken. En dan allemaal voor niks, ook dan nog. Hè? Normaal. We gaan genieten van trio Trommelen. Every night you'll hear her croon a Russian lullaby. Just a simple plaintive tune when baby starts to cry. Rock-a-bye, my baby. Free for you and me, and a Russian lullaby. Every night you'll hear her croon a Russian lullaby. Just a simple plaintive tune when baby starts to cry. Rock-a-bye, my baby. Somewhere there may be a land that's free for you and me, and a Russian lullaby. A Russian lullaby.
Applaus, trio Trommelen. Jongen. Leuk, dat is geen flauwe kut. Nou, leuk. Oh, ja. Ik vind het klasse. Is het waar dat er met hem te werken is? Nou moet ik natuurlijk wel heel lief reageren. Hij staat naast me. Nee, dat valt heel goed met hem te werken. Je stond wel heel bewonderend naar hem te kijken. Nou, ja, hij doet wel goede dingen. Ja. Tijn, jij sluit je aan bij je zus? Volledig, ja. Ik durf je ook niet zo te zeggen. Heel pas, hè? We gaan zo meteen naar nog een nummer luisteren. Ik kan even weggaan als je wat wordt het nummer zo meteen? Een mooie, een beetje balladachtig liedje. Stars Fell on Alabama. Nou, leuk. Daar gaan we mee afsluiten. Want we zijn weer aan het einde gekomen van dit derde programma Jazz Talk. We zijn er morgen weer. Bedankt en veel plezier vanavond. Our little drama, we kissed in a field of white, and stars fell on Alabama last night. I can't forget the glamour, your eyes held a tender light, and stars fell Burma last night. I never planned in my imagination a situation so heavenly, a fairyland where no one else could enter, and in the center just you and me. My heart beats like a hammer, your arms wound around me tight, and stars fell on Alabama last night. Like a hammer, your